Dit meisje huilde tranen met tuiten toen een 60-jarige man haar ten huwelijk vroeg. Ze wilde hem niet. Ze wilde zo'n leven niet voor zichzelf. Maar het was de enige manier om haar familie te redden. Ze wist niet dat ze spoedig het geheim van de oude man te weten zou komen en dat zou alles veranderen. Daisy woonde met haar ouders en oudere broer Sam in een plattelandsgebied. Het gezin was nogal arm en ze deden allerlei baantjes voor weinig geld. Op een gegeven moment waren ze dakloos en leefden ze op de straat. Maar ondanks hoe moeilijk het was, zorgden de ouders van Daisy ervoor dat ze hun kinderen naar school stuurden. Broer en zus presteerden heel goed op school. Gelukkig voor Daisy kreeg ze na haar voortgezet onderwijs een beurs om aan de universiteit te studeren. Een paar jaar later studeerde de 26-jarige Daisy af aan de universiteit en werkte als secretaresse. Ze wilde zo snel mogelijk een eigen gezin, maar helaas verlangde geen enkele man naar haar. Veel mannen vroegen Daisy namelijk om met hen op date te gaan, maar telkens als ze hen over haar achtergrond vertelden, verbraken ze de communicatie met haar. Ze wilden niets te maken hebben met een vrouw met zo'n arme achtergrond. Ze hadden het gevoel dat Daisy niet oprecht van hen zou houden en alleen bij hen zou zijn voor hun geld. De broer van Daisy had te maken met hetzelfde lot. Alle vrouwen die hij benaderde praatten op hem neer vanwege zijn financiële status. Welnu, op een dag kreeg deze familie een grote verrassing. Op een dag ontvingen Daisy's ouders een handgeschreven brief van een 60-jarige man waarin hij zei dat hij met Daisy wilde trouwen. Toen ze de naam van de man zagen, waren ze stom verbaasd. Deze man was de rijkste in de gemeenschap. De week daarop bezocht de man de ouders van Daisy en gaf hen verschillende levensmiddelen. Ze hadden het hard nodig, dus wezen ze zijn geschenken niet af. Hij beloofde ook goed voor hen te zorgen. Het leek erop dat hun lijden nu voorbij zou zijn, maar het zou met een enorm offer komen, het geluk van hun dochter. Het koppel belde Daisy op en vertelde haar alles over de oude man. Daisy bevond zich nu in een benarde positie. Ze dacht na over een man met wie ze graag de rest van haar leven zou willen doorbrengen en deze oude man kwam niet eens in de buurt. Maar als zij eraan dacht hoeveel haar familie leed, had ze dan een andere keus? Zou het juist zijn dit voorstel af te wijzen als het het enige was dat haarzelf en haar gezin kon redden, dacht Daisy? Dus belde ze haar ouders en zei tegen hen, ik zal alles voor mijn familie doen. Ik zal met de oude man trouwen. De volgende dag reisde Daisy naar huis en haar familie kreeg weer een brief van de oude man waarin stond dat hij de volgende ochtend vroeg naar het huis zou komen om Daisy te zien. Die ochtend zorgden de ouders van Daisy ervoor dat ze haar mooiste outfit aan had. Daisy was bang. Hoe zag de man eruit? Zou hij haar aardig behandelen? Zou ze wel van hem houden? Wel, al haar angsten verdwenen op het moment dat ze de man zag en ze wist dat het wel goed zou komen tussen hen. De oude man zag er niet geweldig uit en zijn gezicht was gerimpeld, maar zijn persoonlijkheid deed haar goed. Hij was heel vriendelijk en nederig. Hij was grappig en Daisy leerde veel van hem. Ze spraken alsof ze al lang vrienden waren en speelden als kinderen. Spoedig genoeg bepaalde de familie de trouwdatum en Daisy was een dolgelukkige toekomstige bruid. Het maakte haar niet uit dat de man veel ouder was dan haar ouders en zijn rijkdom kon haar niet schelen. Ze wilde alleen maar haar leven met hem delen. De oude man bleef Daisy bezoeken en naarmate elke dag verstreek raakte ze meer op haar gemak bij hem. Ze hield van zijn slimme aard en van de manier waarop hij haar familie respecteerde en voor haar zorgde. Eindelijk was het de ochtend van de bruiloft. Daisy stond voor haar man en legde haar huwelijksgelofte af. Maar haar hoofd was gevuld met angst en tranen stroomden over haar wangen. Was dit echt of een droom waaruit ze moest ontwaken? Zou het prettig blijven verlopen of wachtte haar een catastrofe op deze schijnbaar mooie weg? Een paar uur later kwam er een einde aan de bruiloft. Het personeel reed Daisy naar een van de luxe huizen van de oude man, waar hij en zijn bruid hun huwelijk zouden consumeren. Daisy nam een snelle douche en ging op het bed zitten zonder een woord tegen haar man te zeggen. Ze was angstig, ze was nog nooit intiem met een man geweest en ze wist niet of de nacht goed zou verlopen. Laat me even douchen. De oude man tikte Daisy zachtjes op haar schouders en ging naar de badkamer. Na 30 minuten, toen hij nog steeds niet in de kamer was teruggekeerd, dommelde Daisy in slaap. 3 uur later werd Daisy plotseling wakker en ze schrok op uit haar doen toen ze de douche hoorde lopen. Wat was hij daar nog aan het doen? Was er iets kwaadaardigs van plan? Is dit het punt van het verhaal waar ze haar koffers moet pakken en vluchten? Vroeg Daisy zich af. Juist toen ging de badkamerdeur open en een jonge, bloedmooie man liep naar buiten. Hij stapte op Daisy af met de mooiste glimlach die de jonge vrouw ooit gezien had. Daisy schrok en ze trilde als een blad. Waren haar ogen haar aan het bedriegen? Was dit een soort magie? Daisy probeerde te gillen, maar de jongeman legde een vinger over haar lip en zei, hey, ik ben het. Daisy herkende de stem als die van haar man, maar ze geloofde niet dat hij het was. Juist toen trok de man Daisy in zijn armen en kuste haar. Het was vurig, langzaam en hartstochtelijk.
Een fractie van een seconde liet Daisy zich meeslepen door de kus, maar toen ze zich herpakte, brak ze zich los van de kus. "Wat is dit voor een grap? Laat me los, ik ken je niet," schreeuwde Daisy en de tranen stroomden uit haar ogen. Ze haastte zich naar de badkamer, denkend dat haar man daar was, maar er was niemand. Toen wendde ze zich tot de jonge man en gilde: "Het kan me niet schelen dat hij er oud uitziet. Ik hou van hem. Hij maakt me gelukkig. Ik wil mijn leven met hem delen. Geef me dus alsjeblieft mijn echtgenoot terug." Daisy dacht dat de jonge man haar misleid had om met de oude man te trouwen, alleen maar zodat hij haar later kon hebben. "Waarom had je niet het lef om zelf naar me toe te komen? Denk je dat het hebben van macht en rijkdom je het recht geeft mensen te behandelen en te gebruiken zoals je wilt? Breng me alsjeblieft naar mijn man. Ik kan er niet tegen van hem weg te zijn." Daisy viel op de grond en huilde heftig. De jonge man knielde naast haar en tikte zachtjes op haar schouder. Hij legde Daisy uit dat hij inderdaad haar echtgenoot was en dat hij eigenlijk nooit oud was. In plaats daarvan droeg hij make-up die hem zo deed lijken. Maar Daisy geloofde hem niet. "Ik ben het, mijn liefste. Ik ben de ware. Ik ben er voor je en ik hou ook zoveel van jou," zei de man. Daarna vertelde hij over alle mooie herinneringen en gesprekken die ze hadden. Maar niets van dit alles overtuigde Daisy ervan dat hij inderdaad haar echtgenoot was. De jongeman vertelde Daisy dat er nog iets is wat ze moest weten. Hij vertelde haar dat hij haar voor het eerst op haar kantoor ontmoette toen hij voor een zakelijke ontmoeting met haar baas op het werk kwam. Daisy was ook bij de vergadering, want zij was de secretaresse. De jongeman vertelde Daisy dat hij tijdens die ontmoeting verliefd werd op haar intelligentie, lachen en nederigheid. "Ik vroeg je baas me meer over je te vertellen en hij zei dat je onzelfzuchtig, eerlijk, nederig en waar is getrouw bent. Hij had gelijk. Je hield van me om wie ik ben en niet om alles wat ik bezit. En dat is waar ik naar gezocht heb," zei de jongeman. Maar Daisy geloofde hem nog steeds niet. De jongeman tikte op dat moment met zijn vingers en twee visagisten liepen de kamer in en stapten op Daisy af. "Deze vrouwen veranderden me van een jonge man in een oude man. Ik deed dat allemaal omdat ik ware liefde wilde vinden en die vond ik bij jou." De jongeman ging op een stoel zitten, toen tikte hij weer met zijn vingers en de make-up artiesten begonnen aan zijn gezicht te werken. Daisy keek vol ontzag toe hoe de make-up artiesten de jongeman langzaam in de oudere man veranderden. Na 3 uur was de klus geklaard en de man leek nu precies op de oudere man met wie Daisy getrouwd was. Daisy barstte meteen in tranen uit. Ze rende in de open armen van de man en ze deelde een warme en innige omhelzing. "Jij bent het, je bent het echt." "Op dit moment maakt het niet uit of je er jong of oud uitziet. Ik ben gewoon blij dat jij het bent. Ik ben gewoon blij dat jij de man bent met wie ik getrouwd ben. Ik beloof je vandaag dat je er nooit spijt van zult krijgen dat je van me gehouden hebt," zei Daisy en kuste haar echtgenoot terwijl de visagisten hen toejuichten. Sindsdien leven deze twee nog lang en gelukkig. Prachtige verhalen als deze zijn een mooie herinnering aan het feit dat we altijd verder moeten kijken dan het uiterlijk van mensen. Onze geliefden hebben misschien geen geweldig uiterlijk, maar misschien als we diep ademhalen en beter kijken, zien we pas hoe leuk, liefdevol en prachtig ze zijn. Het gaat er nooit om hoe iemand eruit ziet, maar het gaat erom wat er binnenin hem of haar zit. Ik hoop dat je van dit verhaal genoten hebt. Activeer het belletje om meldingen te ontvangen, zodat je geen inspirerende verhalen hoeft te missen.